Leon, wat vond je het persoonlijk het mooiste moment vanavond? De woorden. Vooral van Carolien van Mildan en Monique Rondhuis. En de medewerkers van Go Ahead en Utrecht konden woorden die ze uitspreken. Dat raakt mij het liefst. Is het een beetje wat je er van tevoren van verwacht had? Ja, misschien wel meer. Dus natuurlijk, het blijft. Kijk, Jong Utrecht komen normaal niet zo heel veel mensen op af. Dat staat gewoon gegeven. En toch vond ik, als ik naar de tribune keek, zat het best wel vol. En dat overtreft best wel mijn verwachtingen. En dat was alleen maar leuk, denk ik. Dus het gaf ook wat meer aandacht aan de wedstrijd, denk ik. Met wat voor een gevoel reed je hierheen? Beetje spanning, ik weet niet. Normaal als wedstrijdspanning? Ja, nee, als voetballer had ik het nooit zo heel erg. En nu ging ik hierheen natuurlijk niet als voetballer, maar gewoon als wel een beetje een soort middelpunt misschien. Maar nu voelde ik wel die spanning. Ja, want eigenlijk er staan 22 spelers op het veld, maar het draait om jou. Ja, dat is best wel gek. En ik heb natuurlijk gewoon naar die wedstrijd gekeken, maar dat iedereen die kijkt toch naar je en die vraagt wat aan je. En dat voelt best wel dubbel. Aan de ene kant super mooi, aan de andere kant is toch, kom jij misschien liever op een andere manier in het middelpunt. Maar ik heb er wel van genoten. Ja. We zijn net al eventjes, de meest gestelde vraag is eigenlijk heel simpel. Hoe gaat het nu met je? Ja, qua spierkracht gaat het beter in mijn been. Alleen mijn knie is eigenlijk volledig kapot en ik moet 8 maart terug naar het ziekenhuis. En dan gaan ze kijken via een operatie of ze iets anders kunnen opereren door mijn nieuwe knie uit te stellen. Want ik moet vroeg of laat een nieuwe protheseknie. Alleen die gaat 2 keer 15 jaar mee en ze proberen nu dat te rekken eigenlijk. Omdat ik er dan uiteindelijk langer mee kan doen. Ja. Ik geloof dat er meer dan €23.000 in totaal is opgehaald. Wat kun je met dat geld? Ja, in ieder geval een deel terugkrijgen in ieder geval uit wat ik heb gemaakt. Het is nog steeds niet alles, maar dat ga ik niet over horen natuurlijk. Dit bedrag is absurd hoog en daar ben ik heel blij mee. En dat geeft mij gewoon een heel mooi steuntje in de rug. En daar kan ik mee verder gaan waar ik eigenlijk een soort van gebleven ben. Ja, eigenlijk moet er een put mee gevuld worden. Ja. En die is dan nog steeds niet tot de bovenkant, moet ik je zeggen. Maar ja, dat maakt niet uit. Ik moet niet lopen zeiken daarover natuurlijk, dat ik net al zei. Dit is super mooi. Wat voor een persoonlijke doelen heb je nog voor de toekomst? Nou, ik ben nu dus, zoals bij mijn oude amateurvereniging, ga ik trainen. En ik wil mijn TC2 diploma gaan halen. En daarnaast wil ik misschien stage lopen ergens bij Utrecht of Go Ahead Eagles. Dat weet ik allemaal nog niet hoor, maar dat ga ik misschien bespreken. En verder weet ik het nog niet. Ik ben natuurlijk heel erg druk met mijn revalidatie en dat vergt best wel veel energie. Dus als ik soms een dagje vrij heb, ben ik best wel blij dat ik even niks hoef. Tot slot, laatste vraag. Heb je een beetje genoten van de wedstrijd? Nou, als spits... 6 doelpunten? Ja, dat bedoel ik. Veel goals, dus dat doet me altijd goed. En voor de rest misschien niet de allerbeste wedstrijd, maar wel veel goals en daar hou ik van.